We vieren het geslaagde einde van een schoolcarrière, Zenny. En dus zitten we hier allemaal met gepaste trots. Ja, echt eindelijk. Dat is zo'n druk dat van die schouders valt. Ja, dat is echt zalig. Ja, het begin kerstmis had ik niet zo goed. En nu ik heb alles moeten geven, hè. En ik ben er toch uiteindelijk geraakt, dus ik ben wel blij. Ik heb toch wel zwaar afgezien dit seizoen en ik ben wel blij dat het mij nu uiteindelijk gelukt is. Zeer zwaar, maar ook ik heb vrienden voor het leven gemaakt en zo. Dus ja, ik ben blij. Het voelt natuurlijk fantastisch na 6 jaren hard te werken. En, ja, het is natuurlijk een moment dat je naar streeft en dat je naar uitkijkt. Je hebt het al vele malen in je hoofd eigenlijk laten afspelen. En nu eindelijk is dat afgestudeerd. Enfin, je suis très content d'avoir pu 6 ans d'affilée réussir et obtenir mon CESS. D'abord l'école, le sport ensuite, mais bon, ils ont toujours réussi à combiner les deux. Il n'y a pas beaucoup de temps pour autre chose, ça c'est clair. C'est pour ça que les gens, comme vous dites, c'est pas facile. Le temps de sortir, comme beaucoup de jeunes font, il n'y a pas beaucoup. Scoren in het constant van het Stokstadion. Voor de kleinste onder ons is het al realiteit geworden, proficiat Jari. Ik denk dat dit diploma op zak wel heel interessant is voor mij om misschien later nog iets te doen. Of je weet nooit wat er in voetbal kan gebeuren. En ik denk dat het sneller kan gedaan zijn dan dat iedereen denkt. Dus ik denk dat het echt wel handig is om dat diploma op zak te hebben. Ik ben fier om daar te collaboreren. Faire mes études en le foot en même temps. Et ça, pour ça, je remercie le concept Purple Talent, car c'est grâce à ça que j'ai pu réussir. Ik heb dat zeker niet alleen kunnen doen. Ik heb daarvoor heel veel steun gekregen van zowel mijn teamgenoten als leerkrachten, directie en zeker niet te vergeten de sociale cel van Anderlecht. Ik wil dédier à ma famille, parce qu'ils étaient là. À moi-même aussi, parce que j'ai travaillé pour. Zeker aan mijn ouders, ook mijn familie in het algemeen. Maar zeker aan mijn ouders, omdat ze er altijd voor mij zijn geweest. Aan mezelf natuurlijk. Ik heb goed gewerkt. Allee, ik verdien het wel. Avoir son diploma avec la plus grande distinction ou être champion? Liever kampioen. Kampioen spelen natuurlijk. Kampioen spelen, dus daar moet niet over nagedacht worden. Ah, moeilijk. Hoge onderscheidingen. Ja, ja. Les deux. Ja, kampioenspelen. Ik denk dat geslaagd voor mij is geslaagd en kampioenspelen is nog altijd het beste wat ik ga kunnen meemaken, denk ik.